video van Polestar. Ik weet, we filmen nu met de gsm, het is een beetje anders allemaal, maar ik hoop natuurlijk dat het allemaal goed gaat bevallen met de gsm. Ik hoop ook dat het geluid ook goed gaat zijn, want dan weet ik ook natuurlijk nog niet of het geluid eigenlijk wel heel goed gaat zijn. Dus... ik hoop dat toch het geluid goed gaat zijn. Dus mij betreft over mijn autisme eigenlijk, ik maak daar heel veel filmpjes over, heb jullie al gemerkt. Ik ga het ook verder zetten, allemaal filmpjes er maar over te maken eigenlijk ook. Maar ik wil even uitleggen wat we zo allemaal deden eigenlijk op het kanaal. Ik maak tegenwoordig ook heel veel video's. Heb je al gezien met een typetje, iedereen kent het wel, met het brilletje. Ik doe dat ook heel graag. Ik doe het eigenlijk ook een beetje om mijn mama een beetje te eren eigenlijk. Zo filmpjes maken eigenlijk en een beetje eigenlijk het verhaal te laten komen eigenlijk. Dat is eigenlijk een beetje de bedoeling. Omdat ik wel, dat hoort een beetje bij het proces eigenlijk om mama toch zoveel mogelijk toch aan haar te denken en proberen toch te zien dat zij een beetje eigenlijk zo in het leven blijft. We vertellen daar ook altijd heel veel dingen in. En ik vind dat eigenlijk persoonlijk heel leuk. Ik doe dat ook op TikTok trouwens, filmpjes maken. Dat zijn dan korte filmpjes, dat is meestal hetzelfde, een beetje zo hetzelfde verhaal. Maar eigenlijk meest zit eigenlijk het verhaal meestal wel... langer op YouTube dan op TikTok. En ik vind het eigenlijk heel leuk eigenlijk om daar ook wel filmpjes op te plaatsen eigenlijk op TikTok. Zodat jullie daar ook eigenlijk met mij kunnen praten, ook live kunnen gaan. Dat is natuurlijk niet gemakkelijk voor mij. Met mij is dat heel moeilijk, omdat ik moet dat voor de camera maken. Maar ik vind het echt heel leuk om te doen eigenlijk. Eigenlijk kun je je voorstellen, dat is gewoon opstaan. Ik maak dat videotje, ik ging daar niet over na. Het is niet dat er een plan ligt op tafel. Vandaag gaan we over dat thema praten, of we gaan over dat thema... een filmpje maken over mijn mama. Nee, dat is gewoon opstaan en doen, klaar. En dat hoeft voor mij ook niet perfect te zijn. Er mogen fouten zijn, er mogen dingen zijn. Het is eigenlijk gewoon puur gewoon om eigenlijk te laten zien. Want kijk, zij was heel belangrijk voor mij en dat zal ze ook altijd blijven. Wij zullen ook altijd daarna blijven denken. Dat gaat natuurlijk nog wel een paar jaar duren voordat eigenlijk allemaal, allemaal een beetje... verteerd is eigenlijk, dat het allemaal wel een beetje losloopt eigenlijk, dat je echt zo zegt van, nu kan ik verder met mijn leven. Ik kan natuurlijk ook verder met mijn leven, ik doe gewoon verder met mijn leven, maar het is niet altijd heel gemakkelijk dan zou mensen denken. Het verdriet is er nog heel hard. Dat merk ik ook als ik over dat praat eigenlijk, dat het heel moeilijk is. En door die filmpjes te maken eigenlijk, kan ik wel een beetje losser komen en kan ik het ook een beetje allemaal op zijn plaats brengen. Nadat ik dat film heb gemaakt, daarover zit ik wel eventjes van, oei. Dan is het wel eventjes oké. Het is dan eventjes wel een beetje moeilijk eigenlijk. Maar ja, dat hoort er eigenlijk een beetje bij. Ik vind het ook wel leuk om te doen eigenlijk. Ik ga het ook blijven doen. Ik ga het trouwens ook dagen in plannen. Dat is ook de bedoeling dat ik ga doen. Dagen in gaan plannen van, nu doen we dat. We plannen in, dat is voor die dagen dat we dat gaan doen. Ik wil ook trouwens ook de quizzen terug oproepen. Om te gaan doen, omdat we ook gedaan hebben... dat iedereen zo'n vragen kon beantwoorden. Dat wil ik ook allemaal terug het leven roepen. Dat ga ik ook nog doen. Dus dat staat ook nog te wachten dat we dat eigenlijk gaan doen. Ik ga even een papier pakken. Dus dat zouden we zo een sketch kunnen maken. Quizzen kunnen we doen. Vind ik ook heel leuk te doen om met jullie te doen. Zo echt zo'n vragen beantwoorden van die week van de vlog. Dat deden we altijd. Dat was echt wel een groot succes eigenlijk om te doen eigenlijk. Misschien kan ik ook zien of ik TikTok filmpjes aan elkaar kan zetten. Dus TikTok filmpjes kunnen we maken. Dus doen YouTube. Over die aan elkaar te zetten en zo. We kunnen die ook apart maken. Dat we die samen maken. Eigenlijk dat is geen enkel probleem. Over autisme praten. Want nu met die corona, wat zo lang duurt, is er niet heel veel ontspanning om te doen. En is ook niet heel veel om te filmen. Er is ook geen content eigenlijk momenteel om te filmen. En daarmee is het echt wel leuk om nu te zien van, kijk, we kunnen dat of dat doen. Moest het ook een idee zijn waar je zegt van, ja, dat wil ik wel eens doen of dat wil ik wel eens doen. We kunnen ook eens een Q&A doen. Doen eigenlijk. Dat is ook wel leuk om nog eens te doen. Sowieso live komen doe ik niet op TikTok, want dit hier op YouTube. Want dat loopt altijd een beetje fout bij mij. Rustig. Misschien ook wel wat meer de dieren in beeld brengen. Misschien kan ik eens een video maken eigenlijk. Dat was misschien ook wel een goed idee.
om muffin en snuffel een aparte vuur te laten maken, of allebei. En dan vragen van, heb je daar vragen over? En dat op internet, dus dat ga ik ook doen. Ja. Dus moesten jullie ook nog opdrachten, moesten er nog dingen zijn, van ja, dat is misschien wel interessant om te vloggen, of dat, of dat, of dat. Laat me ook gewoon weten. Ik ben daar ook, ik vind het ook wel leuk als mensen in opdrachten zeggen van, ah ja, je kunt dat, of dat, of dat doen. Kookvideo's was er ook gezegd gisteren op TikTok. Was er iemand kookvideo's koken met Sil. Er waren veel mensen die dat ook vroegen om dat eens terug op te nemen eigenlijk, omdat mensen ook wel leuk vonden om te doen eigenlijk. Dat lijkt me ook wel leuk om kookvlogs te maken, bakvideo's, om dat te doen eigenlijk. Dat lijkt me ook wel heel leuk om dat te doen. Dat kan ik ook wel eventjes doen. Moesten er nog ideeën zijn, dus ik zeg het, laat het mij gewoon weten. Hè. Voilà. Ik denk dat dat zo'n beetje is, dus dat gaan wij doen. Dus vind je dit een leuke video, zeker duim omhoog, vergeet niet te abonneren en morgen zijn we weer.